babes, welkom bij een nieuwe video. Welkom bij een nieuwe favoriete en teleurstellingen van de maand februari. De maand is fucking snel gegaan. Januari ging super langzaam en februari ging op een of andere manier mega snel. Ik heb in januari wel wat meer nieuwe dingen uitgeprobeerd. En februari was meer dat ik stond meer in het teken van dingen proberen of blijven uitproberen die ik in januari heel erg fijn vond. En ik vind ze nog steeds super fijn. Dus als je benieuwd bent naar wat mijn favoriete producten waren in januari, check die video. Ik zal hem bovenaan even linken. Nu is het tijd voor de producten van februari. In januari had ik geen teleurstellingen. In februari heb ik er maar eentje. Dus het gaat tot nu toe best wel goed met het uitproberen van dingen. Uiteraard blijf ik elke maand nieuwe dingen uitproberen en laat ik het aan jullie zien. Maar, don't forget, dit soort video's zijn niet bestemd of bedoeld om jullie het gevoel te geven dat je alles moet kopen wat ik aanraad. Dit is mijn baan, het is mijn job, het is mijn werk om jullie op de hoogte te houden van de nieuwste releases, de nieuwste producten. En ik blijf ook elke keer nieuwe producten uitproberen, dus ik hou jullie daar gewoon van op de hoogte. Dus voel je niet gedwongen of pressured om alles te kopen wat nieuw uitkomt of wat ik aan jullie laat zien. Het is gewoon om jullie up-to-date te houden en om je aan te raden mocht je nieuwe dingen willen gaan kopen waar ik van vind dat het de moeite waard is en het geld waard. Zo, belichting is on point momenteel, maar het is Nederland. En dat kan op elk moment veranderen. Dus als jullie het in één keer heel erg donker zien worden... Ja, ik heb ook schaduw van de camera en alles. Als jullie het in één keer heel erg donker zien worden, dan weten jullie wat het is. Ik heb nou mijn gordijnen open en de belichting, so it should be fine. Maar dan weten jullie dat. En ik zit net aan te kijken. Het is geen favoriet. Het is een teleurstelling van de maand februari. Ik heb een hele grote brandwond. En het is de tweede, want ik had, ik weet niet of jullie het zien. Hier had ik er ook al eentje. Verdomme. Oké. Nummer 1. We gaan beginnen met make-up. Want ik krijg... altijd de vraag welke lipcombo dit is. Dit is de lip liner van Patrick Ta. Die had ik in de vorige favoriete video. Dus het januari favoriete video. En die lip liner is zo mooi. Dit is de perfecte kleur nude. Met de perfecte ondertoon. En niet te bruin, niet te roze. I love it so much. Dus dat is het. Het is gewoon, ik stippel gewoon een klein beetje een nude lipstick aan. Dit is die van Kim Kardashian West Beauty. In de kleur nude 2. Maar je kan ook bijvoorbeeld Myth gebruiken of Peach Talk van MAC. Maar dan komt de favoriet van februari. Want ik gebruikte voorheen een andere kleur hiervan. Maar dat is de Kiko Milano 3D Hydra Lip Gloss in de kleur nummer 02. Waarom ben ik zo obsessed hiermee? Ik gebruik de eerste kleur nummer 19. Maar deze is meer peachy en heel erg sheer. Dus in de zin van hij is wel heel erg glossy. Maar de kleur is niet mega gepigmenteerd. Waardoor zeg maar de kleur van je nude lipstick die, ik heb aangestippeld. En je lip liner gewoon heel mooi nog erdoorheen komen. Het is gewoon de perfecte lipgloss voor als je je eigen combinatie wil creëren. Dus ik raad deze echt aan. Heel betaalbaar ook. En ik ben hier gewoon obsessief mee. Het is ook elke keer als ik het op heb, krijg ik altijd de vraag. Laat me even 19 erbij pakken. Dus dit is kleur 19. En zoals je ziet, 19 is ook heel erg mooi. Maar een stuk donkerder en meer roze. En als je echt voor die peachy look wil gaan, dan raad ik nummer 02 meer aan. Dan, volgende product is van NARS. Deze hebben jullie op in mijn vlogs gezien. Deze hebben jullie in mijn... nog niet in de video volgens mij, nee. Dit is de NARS Overlast Cheek Palette. En dit is zo'n mooi palette. Even in het zonlicht. Oh my god, gosh. Oh my god. Zo mooi. Dit is dus een face palette. Hier zit bronzer in. Dit is de bronzer. Dit zijn allemaal highlighters. En dit zijn twee blushes. Ik ben obsessed met deze palette. Vorig jaar was een andere palette uitgekomen. En dat was ook heel lang nog steeds een van mijn favorieten. Maar die was ook limited edition. Deze is ook limited edition. En ik maak altijd mee. Nou, tenminste, ja. Met de NARS, met de vorige NARS palette. Die limited was. Iedereen wilde hem uiteindelijk hebben. En toen was hij al uitverkocht. Het is een limited edition. Dus ik zeg eerlijk, go get it. Go get it. Want het is echt de moeite waard. De highlighters, ik weet niet of je het kan zien dat er een klein beetje een deukje in zit. Dat komt omdat het een nieuwe formule is van NARS. En het is zeg maar een jelly
crème-achtige highlighter. Ik ga hem gewoon even weer opdoen. En ik raad het meer aan om met je vingers te doen. Dat je het gewoon even opwarmt met je vinger. En dat je dan gewoon met je vinger aanbrengt. Het is zo'n gigantisch mooie highlighter. Ja, het zit gewoon heel natuurlijk op je huid. Ik ga gewoon echt... Dus ik neem het even als smoesje om even alles heel snel erop te doen. Nog meer erop. Het is echt heel natuurlijk op de huid. Het ziet er ook uit als een highlighter die op... mixt met je huid en niet zozeer op je huid. Zoals bijvoorbeeld een poeder highlighter dat kan doen. Ik ben hier gewoon obsessed mee. En als je echt extra wil gaan, kan je er gewoon een poeder bovenop doen. Want dit werkt ook heel mooi als een hele sterke basis voor je highlighter. Blushes zijn heel erg mooi. Jullie weten ook dat NARS blushes zijn ook echt mijn favorieten. En ik heb het toen ook gevraagd. Ik heb nog geen feedback gehoord van meiden met een donkere huidskleur. Maar ik had het wel gevraagd bij het evenement. Ik was uitgenodigd voor de launch van het evenement. En ik heb gevraagd, oké, maar hoe zit het dan met meiden met een donkere huidskleur? Ik kan namelijk natuurlijk alleen maar reviewen op mijn eigen huidskleur. Maar ik vind het altijd wel belangrijk als ik iets aanraad aan jullie, dat het iedereen van mijn volgers er wat aan zou kunnen hebben. En zichzelf, zeg maar, in het product kan vinden. Dus het ook draagbaar is voor ook je huidskleur. En ze hadden gezegd dat heel veel meiden van het team, ook met een donkere huidskleur, heel erg obsessed waren met deze palette. En dat het ook echt gewoon door iedereen wordt gebruikt. Dus dat wil ik wel even erbij benoemen. Wat ik ook nog even wil zeggen, is dit 3 verschillende highlighters kan je ook gebruiken voor je ogen. It's amazing. I love it. Dus ik raad deze sowieso aan. Het is limited edition. Dus het is je eigen keuze, je eigen risico als je er nu niet voor kiest om het te bestellen. Just saying. Maar dan weet je dat. Skincare. Jullie weten dat ik obsessief ben met skincare. Ik vind het heel belangrijk. Ik heb 2 producten. Ik voel me een klein beetje schuldig dat ik dit allereerste product van de skincare ga aanraden. Maar I'm gonna do it, want het is echt fantastisch. Dit is de La Mer Replenishing Oil Exfoliator. Dus, ik heb het een paar keer uitgeprobeerd en ik ben hier oprecht verliefd op. Het is heel duur en ik ga ook niet zeggen, je moet dit kopen, want anders dan... You're not worthy of zo, maar het is echt een goed product. Ik heb de laatste tijd heel erg last van droge wangen. Dat is echt sinds de winter een beetje zo. Ook voornamelijk omdat ik heel veel langs naast de verwarming zit en mijn huid trekt het allemaal niet zo goed. Dus ik probeer zoveel mogelijk water te drinken, te moisturizen. Maar dit zorgt ervoor dat je huid bepaalde skincare, of eigenlijk alle skincare, ook gewoon veel beter opneemt. Omdat je het bovenste huidlaagje, wat je niet nodig hebt, dus eigenlijk viezigheid en velletjes en droogheid, whatever, haalt het weg. Waardoor je huid gewoon alles beter op kan nemen. Ik merk oprecht dat mijn huid hier gewoon mooier van wordt en beter van wordt. Ik heb al heel lang niet meer gescrubt, omdat ik begin van toen ik net make-up ging doen en zo, toen ik erachter kwam wat skincare was en hoe je het moest gebruiken, whatever. Ik scrubde 2 keer per dag. En het was zelfs zo erg geworden dat mijn schoonheidsspecialiste zei van... Pau, jouw wangen, je kan gewoon je aderen zien op je wangen. Zoveel scrub jij. En het was gewoon veel te veel. Dit is een exfoliator. En het verschil is, scrubben heb je vaak gewoon van die grotere deeltjes erin. En exfoliator is echt gewoon van mini kleine korreltjes. Ja, korreltjes die ervoor zorgen dat de bovenste huidlaag wordt gereinigd. En overtollig, viezigheid, whatever, wordt weggehaald zonder je huid te beschadigen. En daarbij zet je iets in. Ik weet niet wat erin zit, maar het maakt het ook heel zacht. Oh my god, mijn huid is zo zacht nadat ik dit heb gedaan. Het voelt zo fijn dat ik gewoon moet oppassen dat ik niet te vaak ga exfoliëren weer. Want het voelt gewoon lekker fris elke keer dat ik het heb gedaan. Maar het wordt maar 1 of 2 keer per week aangeraden. Dus ik hou me ook echt aan die 1 of 2 keer per week. Maar oh guys, dit is echt prijzig, maar echt de moeite waard. Zo, ja, La Mer. En daarna heb ik nog een exfoliator, die heb ik binnengekregen. Ik had het niet verwacht dat ik het binnen zou krijgen, maar I was so happy. Ik heb het wel wat minder vaak uitgeprobeerd dan het La Mer exfoliator, maar ik heb wel al gemerkt dat ik het ook heel erg fijn vind. Dit is de Wishful You Glow Enzyme Scrub en deze is van Huda Beauty. Huda Beauty heeft onlangs een skincare lijn gelanceerd en dat heet dus Wishful en dit is het allereerste product. Dit is een exfoliator, er zit pineapple enzym, papaya enzym, AHA en BHA. En dat zijn allemaal dingen, kortom, hele goede dingen voor je huid. Omdat het Huda Beauty is,
Ik denk dat ik ook onbewust associeer Huda Beauty een beetje met Instagram gimmicky make-up. En ik verwachtte wel dat dit misschien ook een beetje zoiets zou zijn. En dat het misschien te hard zou zijn voor mijn huid en dat het gewoon niet heel veel deed. Ik heb het uitgeprobeerd. Het ruikt heerlijk. Echt naar ananas. Gewoon heel fris. Het ruikt echt lekker. De verpakking is mooi. En mijn huid voelt ook heel erg zacht hierna. En heel erg clean. Viezigheid is van mijn huid af. Zonder mijn huid te beschadigen. Of heel droog te maken. Of te veel van de olie strippen. Dus als jij denkt van... Ik ga geen 100 nog iets euro uitgeven aan een exfoliëerder, Paula. Dan is het misschien de volgende optie voor jou. Heel erg fijn, oprecht. Ik was in shock daarvan, want ik was zoiets van... Oké, Huda Beauty. Oké. Gaat goed. Het ziet er goed uit. Het voelt heel erg fijn. Dus ja, dit is het volgende product wat bij mijn favorieten van februari hoort. Dan heb ik nog een product. Dat is het laatste product en dat is mijn teleurstelling van... de maand. En dit is niet iets wat ik net nieuw heb. Ik heb het al langer dan een jaar. Ik heb het al anderhalf jaar. Maar het is iets wat mij opviel waar niemand over praat. Het zijn namelijk de AirPods van Apple. Ik hou van Apple. Ik leef voor Apple. Echt vanaf sinds kleins af aan. Mijn oom was ook helemaal obsessief met Apple. En ik heb mijn Apple-obsessie van hem overgenomen. Dit zijn gewoon de allereerste editie AirPods en het is echt heel fijn. Ik vind ze fijn, ik wil geen draadjes eraan en het geluid is heel erg goed en het sluit ook aan mijn laptop en mijn MacBook. Dus ik vind het echt oprecht heel erg fijn. Het enige wat ik echt zwaar kut vind is de microfoon. Wanneer je met iemand belt, valt het geluid weg. Dat is met een nieuwe AirPod, die heeft Naima. Elke keer als ik met haar bel, moet ik gewoon tegen haar zeggen van luister dan, ik ga je AirPods gewoon echt in het water gooien, want dat is gewoon kut. Je hoort haar heel ver weg. Volgens mij heb ik met deze daar nog geen last van gehad zelf. Het moment dat ik een voicemail wil gaan opnemen op WhatsApp, dan hoor je niks. Dan hoor je mij gewoon super ver weg. Dus ik heb deze al 1,5 jaar, maar ja, het is iets wat me opvalt waar niemand over praat. Ik weet niet waarom. Zie je, de zon is alweer weg. Why? Het was zo mooi licht. Het is niet per se dat ik ze niet zou aanraden. Want ik vind ze oprecht heel erg fijn. Het is echt een uitkomst. Het zijn echt mijn favoriete... Eigenlijk favoriete oordopjes ever. Alleen het verbaast me gewoon dat niemand praat over de kwaliteit van de microfoon. Wanneer je voice notes opneemt. En ik ben niet de enige. Want al mijn vriendinnen die me dan een memo sturen. Met deze AirPods. Klinken allemaal kut. Zo. I don't know. Dat was het jongens voor deze maand, februari. Volgende maand is er zeker weer eentje, maart, favorieten en teleurstellingen. Ik doe dat elke maand. Dus ook voor de mensen, ik hou van jullie, oprecht. Maar de mensen die me dan vragen van wat zijn je favoriete producten van het moment? Girl, I make videos, it's on my YouTube channel. Je kan elke maand bijhouden wat ik wel niet fijn vind. Want ik kan niet om de 2-3 maanden een algemene video van maken van mijn favoriete lipsticks, mijn favoriete foundations, mijn favoriete... setting sprays, mijn favoriete skincare. Weet je, het komt elke keer een klein beetje bij. Dus het is heel erg lastig om dat dan in één keer te doen. Om de zoveel tijd. Dus vandaar dat ik deze video's doe. Zo, ik hoop dat jullie iets aan hebben gehad. Laat me weten wat jullie favoriete producten zijn van deze maand. Of nieuwe ontdekkingen. Of dingen die je nu aan het uitproberen bent die je heel erg fijn vindt. Let me know. Ik ben altijd op zoek naar de beste, nieuwste producten. Zo, ja. Je kan me volgen op Instagram. Kokos Antenne. Je kan je abonneren onderaan als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dat al hebt gedaan, je weet zelf, I love you so much. En ik zie je graag weer bij de volgende video. Instagram post, Instagram story, podcast of al die andere dingen. Zo ja. Doei doei.